We treffen Douwe de Vries thuis op het Jerreveen. Tegere met zijn vriendinnen Janna van Tol, ook een marathonriedster, levert hij ontspannen ta naar de marathon van Deventer. Ooit was het de bedoeling dat de Vries dit seizoen alleen nog maar marathons rieden zou. Maar voor de grap riet hij ook een 5 kilometer en dat ging zo goed dat hij een pleetste voor de NK afstand. Ja, en dan riet ze een NK en dan riet je een keer een mooie wereldbekers rieden en op de 5 en op de 10. Ja, dan gooi je totaal over de wereld in en dan verhoort het wel een soort, ja. Want dan maak je natuurlijk heel soort marathons overslaan, je met oude trainingen van. En je maakte je baan opzissen en dat dier de Vries. Dat besluit hier voor het seizoen trouwens al naam, want zijn ontwikkeling stie wat stil. Ja, we luiden het nou nog steeds onder dat het krijgt net is. Ik riep wel goed, maar krijgt nog net. En ja, wie dit werk eigenlijk niet van uitkomsten. En ja, toen dacht van nou, misschien maak ik een keer de keuze maatje om echt helemaal voor het sport te gaan. Ja, dat gaat supergoed, dus... Ek voor het thuisfront budget het een verhoring. Maar dat zien vriendinnen ek op niveau sport maakt het wat makkelijker. Precies, dat is ook voor Douwe bijvoorbeeld wel heel fijn. Dat iemand wel begrijpt waarom hij zoveel voor de sport ook doet en ook laat. Maar ja, als je dezelfde passie deelt, dan snap je dat gewoon goed van elkaar. Als de tassen in de auto zitten, is het op naar Deventer. Der onkwam had de Vries eerst een besprekking met de SOS Kinderdorpenploeg dat hij verriet. Coach Pascal Vergeer denkt dat het op een sprintuur draait en had duidelijke instructies van de Vries. Jij gaat het tempo zo hoog opvoeren dat het eigenlijk bijna onmogelijk is dat er nog iemand achteruit vandaan komt. Dat zou je dan 2 ronden vol moeten kunnen houden. En daarna maakt Carlo Timmerman het almaatje. En dat betekent dus dat de Vries hem skikken had. Als we zien uitslagen op notasjoggen, constateren we dat hij dit seizoen nog maar 1 keer op het podium stier. En dat valt al. Ja, het is wel irritant, want... Ja, hij is gewoon goed en hij ziet van ja, worst ik meer kansen, maar ja, je kan het soms ook net afdwingen. En ik riet goed, riet hut en dan mag je zelf een keer die kans krijgen en dan mag je hem dan gewoon pakken. Ja, want sporten is mooi, maar winnen is nog mooier. Klopt, ja. Ja, daarom is het wel heel fijn dat het lange baan ook goed gaat. En ja, dat haal je gewoon sowieso en ja, daar maakt het al niks uit qua wat voor team je zit of wat. En dan mag je gewoon hut rieden in de klok en dat is ook wel lekker. Intussen binnen de vrouwen mooi daarbij de zekvriendinnen Janna van Tol van start gingen. Op, op! Wordt ze een beetje goed? Ja, ze zit gewoon in de buurt van het peloton. Ja, ze riet goed mooi. Maar ze wint het net en na een kwarte evaluatie is het de beurt om de Vries om te rieden. Coach Pascal Vergeer is lyrisch koesien pupil en zocht een protte mogelijkheden. Hoe ver kan Douwe komen? Heel ver. Alleen moet hij zelf beseffen hoe ver dat is. En in principe zit de limit niet in zijn fysieke mogelijkheden, maar is de limit hetgeen wat je in je hoofd aan blokkade opstelt voor jezelf. En die gaat meer en meer verdwijnen, omdat het zelfvertrouwen groeiende is. En dat betekent ook dat als hij er echt in gaat geloven wat hij kan halen, dat hij heel erg ver kan komen. Neffens Vergeer lessen er benamen kansen op de ploegenachtervolging. Ek al had Douwe de Vries die discipline nog neerrieden. Ik denk dat hij met Sven Kramer een heel mooi koppel kan gaan vormen. Ook als je naar hun slagen kijkt in het teampursuit. Fysiek denk ik dat hij zeker in staat moet zijn. Dat als hij met de juiste training en ook serieus opgenomen wordt in een teampursuit ploeg. Dat hij daar serieus kans gaat maken ook op zelfs een gouden medaille. Stoere taal van de coach, maar dan zult de Vries dus absoluut keuzes maken. Matten. En een tal mooie natuurrieswedstrijden uit 200 kilometer, dat er echt gek op is, shitterlitten matten. En daar had er het dreig mooi. Ja, dat is net leuk. Nee, dat is echt net leuk. En dat wist ik eigenlijk wel een beetje toen ik die 5 kilometer plaatste werd. Toen ik was zoiets van bliksem, ja, dat is... Nou is het wel dreig weer om alles te rieden te kennen, maar... ja, nou ja, clear. Volgend jaar is ik weer een 200. En ik zit nu al de hele hier al in die wereldbekers, dus ja, dan kan ik beter daar nou even focus op gooien en dan als je wil horen, je wil weten. De wedstrijd in Deventer verrint exact volgens plan. Het draait uit op een sprint en de Vries houdt het tempo verskwurrend heeg de laatste rondjes. En vervolgens maakt het ploeggenoot Carlo Timmerman het al. Hij wint de sprint van Bob de Vries en Jorrit Bergsma. De overwinning is binnen en dat doel is bereikt. De Olympische Spelen is een van de volgende doelen, maar net het ultieme. Ja, het ultieme doel is zelfs de eentocht winnen. Dat is denk ik elke marathonrieder, dat is het ultieme doel.
Maar ja, dat had je gewoon niet in de hand. En dat is gewoon het jammer van een marathonsport. Dat je eigenlijk net weet wanneer dat nou komen zal. Of dat het überhaupt komen zal. En alleen spelen weet je gewoon dat dat wel komt. En ja, dat kun je gewoon doelen stellen.